De beste groentechef van België brengt de meest iconische groenten van boer tot bord. Koken moet je eigenlijk terugbrengen naar zijn essentie. Hij serveert een smaakvolle botanische wereld waarin geen enkele carnivoor zijn portie vlees zal missen. Zalige geur. En dat seizoensgebonden, lokaal en heel zeker veldvers. Het witte goud. Fantastische groente, ons witloof. Lokaal. En je kunt er echt een heel leuke aparte bereiding mee maken. Want we hebben die natuurlijke bitterheid die anders is dan voor de meeste groenten. Vandaag gaan we er cannelloni mee maken. De pastabuisjes gaan we vervangen door de buitenste blader van het witloof. En dan gaan we die opvullen met andere bereidingen van deze groente. Daarbij serveren we ook een crème van zwarte look en onze cracker. Een verrassende, maar echt fantastische bereiding. Dus we gaan beginnen met het verwijderen van de buitenste bladeren van de witloof. Brussel, we zitten hier wel wat in de streek van het witloof. Vooral historisch gezien is Haren de plek waar het volle grond witloof geteeld werd. En het beste witloof vind je nog altijd zo van begin november tot eind maart. Het leuke van deze bereiding is ook dat we echt volledige witloof gebruiken en dat allemaal op verschillende manieren. We gaan de bladeren nu 3 minuten blancheren. En dat is wel belangrijk om ze de juiste textuur te geven. Dus we maken ze gaar, maar ook niet te zacht. Zodanig dat ze nog makkelijk rolbaar blijven, want dat worden eigenlijk onze cannellonis. Het buitenste die de pasta gaat vervangen. De cannelloni bestaat eigenlijk puur en alleen uit witloof. En wat eigenlijk daar eigenlijk de essentie van is door verschillende technieken te gaan gebruiken, tegen verschillende texturen van witloof, gaan we eigenlijk de smaak van dat gerecht bepalen. Rauw witloof smaakt totaal anders dan gesmoord witloof. En wij gaan onze gerechten eigenlijk altijd opbouwen aan de hand van verschillende texturen van hetzelfde ingrediënt. Om zo eigenlijk altijd maar de smaak te gaan versterken. We gaan de bladeren nu uit het kokende water halen en onmiddellijk in ijswater leggen, zodanig dat het kookproces gestopt wordt. Reken ongeveer op een 6 à 7 blaadjes per cannelloni, dus per portie. Nu gaan we eerst de volgende stap doen en dat is het gesmoorde witloof. Dus we gaan dat wat fijn snijden om het dan in de kookpot heel langzaam te garen. Ja, dit is echt zo zalig. Echt iets van bij ons. Uit volle grond. Want het is echt de terroir, de grond die eigenlijk zorgt voor de smaak. Witloof uit volle grond is echt een totaal ander product dan het witloof dat op water geteeld wordt. We gaan er ook een scheutje olie aan toevoegen. En een snuifzout. Het zout zal er ook voor zorgen dat de jus uit het witloof komt. En dat laten we nu gewoon heel zacht sudderen. Dan gaan we nu het geblancheerde witloof laten uitlekken. Dus we nemen het uit het ijswater. Ondertussen is het goed koud. En dan leggen we het in de zeef. En wat ook heel lekker is in dit gerecht, is het rauwe witloof dat we ook in de cannelloni gaan stoppen. Dus we gaan de rest van de stronkjes nu dun versnijden. We gaan daar zo dunne reepjes van maken. Die lichte bitterheid is echt super, met een heel mooie frisheid ook. Zorg ook als je snijdt dat je ze niet te dun snijdt, zodanig dat we toch wel wat textuur behouden ook in dit rauwe witloof. Zo is dit goed. Je ziet dat al het vocht ook is uitgekookt. En dan gaan we het nog even laten uitlekken. En dan hebben we onze 3 witloofbereidingen klaar. De geblancheerde, de gesmoorde en ook de rauwe witloof. En dan gaan we nu onze cannellonis rollen. Dus we gaan eerst onze bladeren leggen. We nemen daarvoor natuurlijk wel een folie, om het onszelf wat makkelijker te maken. We leggen die ook mooi dakpansgewijs wat over elkaar heen.
Je kunt natuurlijk ook cannelloni maken van heel veel groenten, van verschillende groenten. Het enige wat dan belangrijk is, is dat je voldoende dunne plakjes kunt maken. Bijvoorbeeld knolselder is fantastisch. En daar kun je dan heel, heel erg mee gaan spelen wat je ertussen gaat doen. Dus we hebben onze basis gelegd en dan gaan we de blaadjes in de andere richting leggen, erbovenop. Zo gaat het ietsje makkelijker zijn om uw cannellonis mooi dicht te rollen zonder dat uw blaadjes gaan beginnen schuiven. Dan gaan we verder met het gesmoorde witloof. Zeer belangrijk dat je het toch voldoende hebt laten uitlekken. Anders gaat het echt iets te veel vocht afgeven in de cannelloni. Dan het rauwe witloof. Wat voor toch wel wat frisheid en ook zo'n leuke bite gaat zorgen in de cannelloni. En we leggen er ook nog een klein beetje van het gesmoorde witloof bovenop. En voor we het dichtrollen, gaan we het nog even op smaak brengen met een snuifje zout. Gewoon zout is zeker voldoende. Peper proberen we toch te vermijden, omdat het eigenlijk nog een extra smaak gaat toevoegen aan het gerecht. En ik vind het eigenlijk niet nodig. En dan gaan we dichtrollen. En we gaan het zo overplooien. Hop. En dan kunnen we zo netjes alles mooi aantrekken. Eigenlijk is het een beetje zoals sushi maken, hè? Zorg er ook voor dat de plastic, dat je die niet mee binnenin rolt. Anders wordt het straks te vervelend om de plastic opnieuw te verwijderen. Nu is hij helemaal dicht en nu kan die mooi verder opgerold worden. En dan gaan we het langs de twee buitenkanten zo wat strakker aandraaien. En een mooi worstje van maken. En zo is hij klaar. En dan leggen we die eventjes in de koelkast. Straks gaan we ook nog een sausje maken van zwarte look. Maar elk goed gerecht heeft ook iets krokants nodig. Dus dan gaan we nu de cracker maken die we gaan serveren bij de cannelloni. En dan beginnen we met het mixen van onze zaadjes. 60 gram lijnzaad. Dus we gaan eigenlijk alles fijn mixen om het dan vlot tot een deeg te kunnen kneden. Dus dan voegen we ook de gemixte zonnebloempitten toe, 130 gram. Dan gaan we verder met de havervlokken, 60 gram. Deze gaan we niet te fijn malen, zodanig dat we toch een beetje structuur overhouden. Nu alle zaden en pitten gemalen zijn, gaan we de bloem toevoegen. We nemen een beetje speldbloem, 70 gram. Wij zijn hier grote fan van speldbloem, omdat het altijd echt wel zo'n mooie, volle, wat nootachtige smaak heeft aan de bereidingen. En dan roggebloem, 160 gram. En crackers en roggebloem is een fantastische combinatie samen. Na de bloem, 6 gram zout. En optioneel kunt u ook nog wat carbonpoeder toevoegen. Heeft een zeer mooie kleur. Het oog wil ook wat. Natuurlijk, als u ook graag andere zaden of pitten wil gebruiken, kan dat perfect. U kunt zeker gaan spelen daarmee. We gaan niet te snel mengen. We voegen eerst het water toe, 140 gram. En we gaan eindigen met de olie, 60 gram. Dan gaan we nog eventjes verder met de hand het deeg wat samenkneden. En nu hebben we een mooie vaste structuur. Dus dan gaan we nu het deeg uitrollen op een bakmatje. Hop. We duwen die eerst een beetje plat. Zoals je ziet is het deeg mooi zwart door het carbonpoeder. Het kan ook zonder. Maar het is wel mooi, zeker in combinatie ook met de crème van zwarte look die bij het gerecht komt. Zelf crackers maken is eigenlijk altijd wel een leuke. Hè? Dat is zeer eenvoudig. Wat ook leuk is, is dat je die vrij lang kunt bewaren. Als je die gewoon luchtdicht in een doos stopt, ja, dan ben je echt wel voor een weekje goed. Je hebt ook gewoon heel veel mogelijkheden om die dan
op verschillende manieren te gaan serveren. Met een crème, met een dip. Of in een gerecht ook, om gewoon een licht krokante toets te hebben. Dus dat is wel een keer leuk om te doen, ja. Wel zeer belangrijk om het voldoende dun uit te rollen. Dan heeft de textuur echt wel een leuke crunch. En zo is hij goed. Dan is hij nu klaar om te bakken. We gaan dat doen op 160 graden. Het zal ongeveer 20 à 24 minuten zijn. De Belg eet graag witloof met kaassaus en ham. Wij gaan er hier vandaag iets veel leukers en veel interessanters mee doen. En zeker ga je nog de kaas, nog de ham missen. Dus wij gaan voor een crème van zwarte look. Gefermenteerde look. Hebben we gedurende een drietal maanden gegaard op 60 graden. Waardoor hij heel zachtjes gaat karamelliseren. En zeer rijk van smaak wordt. Maar zwarte look kun je ook al in de natuurwinkel kopen. Dus we hebben hier al 35 gram van de zwarte look. Daar doen we dan 3 gram zout bij. We doen ook nog 2 grammetjes van ons carbonpoeder. Maar het kan ook zonder. En dan nog 180 gram bouillon. Verse groentebouillon, heel makkelijk zelf te maken. En dat gaan we gewoon samen blenden. Fermenteren vinden wij zeer interessant. Dat gebruiken wij heel graag in onze keuken. En zwarte look is daar ook een voorbeeld van. Dus eigenlijk vertrek je van verse witte look. Ja, een product dat op zich zeer scherp is, zeer aanwezig qua smaak. En door die te gaan fermenteren, ga je daar eigenlijk een totaal ander eindresultaat mee creëren. Hè. En je gaat ook van iets zeer scherp en naar iets zeer rond en vol en eerder zo wat spicy, zo wat specerijen gaan. Niet pikant, maar zo wat de vollere specerijen. En je krijgt eigenlijk een ongelooflijk rijk resultaat. En dan kunnen we gaan dresseren. Cannelloni van witloof. De zijkantjes er gewoon even af. En dan gaan we daar zo voorzichtig het plastic afhalen. En dan gaan we daar plakjes vastsnijden. We laten echt ons mes het werk doen, dus we gaan er niet op duwen. Dus neem een goed scherp mes, zeer belangrijk. Hop. Nog 1 korreltje zout bovenop om af te werken. Dan de zwarte look. Daar gaan we zo een beetje ernaast, een beetje erop. Onze zwarte crackers breken we zo in stukjes en gaan we ook verdelen over het bord. Nog wat winterpostelijn. Zeer leuk kruid dat altijd in dezelfde periode groeit van het witloof. Hop, en zo is hij klaar. Dus dan hebben we hier de cannelloni van onze volle grond witloof. Gevuld met het gesmoorde en het rauwe witloof. Crème van zwarte look. Onze cracker. Afgewerkt met een klein beetje postelijn. Alsjeblieft. Bij de crackers die we al gemaakt hebben voor het gerecht met het witloof, gaan we nu ook een dipsaus maken. Een crème op basis van Belgische linzen. Een fantastisch product. Dus we gaan die eerst gaar koken. Eigenlijk best om er geen deksel op te gebruiken. Dan kan het vocht ook wat verdampen. Bij de linzen gaan we ook wat gesneden groentjes doen. Wat zelder, prei, shallot, een stukje wortel. Die gaan we samen aan de kook brengen. En dan helemaal gaar koken. Het laatste element voor dit gerecht, vanzelfsprekend, ons volle grondwitloof, de ster van vandaag. Dit gaan we dan gebruiken als afwerking voor het gerecht. Gaan we gewoon wat fijn snijden en rauw gebruiken. De linzen zijn gaar gekookt en die gaan we nu afgieten. We houden wel het kookvocht bij, want dat gaan we nog gebruiken om de crème mee glad te mixen. We laten het toch nog eventjes uitlekken en dan gaan we die in de kom doen om te mixen. Dan voegen we er een drietal soeplepels tahin aan toe. Sesam, pasta. Dit is eigenlijk een
klassieke ingrediënt in de ondertussen toch zeer bekende hummus. Maar ook een plantaardige keuken is gewoon zeer belangrijk dat alles heel veel smaak heeft. Hè. En je kunt daarbij iets verder gaan dan alleen maar de smaak van de groenten of van je peulvruchten. Dus een zeer mooie aanvulling zijn alle notencrèmes of andere smaakmakers zoals de tahin op basis van sesam. Hè. Maar ook als je recepten maakt, kun je die echt wel gaan verwisselen. En kun je in plaats van sesam ook een crème gebruiken van hazelnoot bijvoorbeeld of van amandel. Dus je hebt eigenlijk een heel rijk gamma die nog meer smaak gaan geven en eigenlijk je palet rijker gaan maken. Een ander ingrediënt waar ik zeer graag mee werk, miso. Pasta van gefermenteerde sojabonen. Hier hebben we de bruine versie. Betekent dat hij toch al een flink jaar gefermenteerd heeft. En daar gebruik ik een halve soeplepel van. Dan gaan we ook de olijfolie eraan toevoegen. 75 milliliter. Gaan we het zout eraan toevoegen. 5 gram. In totaal. Wat komijnpoeder. Een half lepeltje. En een half koffielepeltje korianderpoeder. En om mee af te ronden nog een tiental gram citroensap. Zorgt ervoor dat het wat frisser wordt. En dat gaan we dan tot een gladde puree mixen. Zo is hij klaar. Echt ook zo die frisse toets op het einde en dan zo dat volle van de miso. Die sesampasta ook. Mooi in combinatie met de linzen. Afwerken met ons rauwe witloof. En niet te vergeten, onze crackers. Alsjeblieft. De recepten van onze dipsaus van Belgische linzen met volle grondwitloof en ook van de cannelloni kunt u terugvinden op Njam.tv. Geniet ervan. We moeten trots zijn op wat wij hebben in België, hè, want dat is enorm rijk. Laat ons gewoon terug zo onze telers en onze artisans de plek geven die ze verdienen.